ik vind het echt leuk om hier te zijn. Met name ook omdat ik de luisteraars van Vanix mag. Omdat dat zijn altijd mensen, dat zijn hardwerkende mensen. Dat zijn mensen die midden in het leven staan. Het zijn mensen die eigenlijk Forum voor Democratieërs zijn. Deels, denk ik. Ik denk niet dat iedereen dat is. Maar goed, dat heb je met alle partijen natuurlijk ja. Zo. Je hebt lievelingen en je hebt mensen die minder lief. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Zeker niet. En ook niet alle punten, daar kun je het ook niet altijd mee eens zijn. Ik moet zeggen, kijk, je hebt wel een aantal goede punten. Maar er zijn ook gewoon een heleboel punten waar ik het gewoon niet mee eens ben. Dus dat kan ik gewoon tegen je zeggen. En ja, dat dan kan je misschien nog overtuigen. Hebben. Hoe langer ik hier blijf, hoe meer... Dat denk ik echt oprecht niet. Ik ben namelijk wel iemand die het fijn vindt om soms de vinger op de zere plek te zetten. Ja. En te reflecteren op pijn. En vanuit het verleden andere beslissingen te maken voor de toekomst. En ervoor te zorgen dat de toekomst uiteindelijk beter is voor de nakomelingen. Maar daarvoor moet je wel een kijkje nemen in het verleden. En daarin verschillen we. Maar wat betreft de toekomst, daarin zijn we wel het met elkaar over eens. Dat we met z'n allen door één deur kunnen. Dat zullen we niet zeggen van de bewaking die je hebt meegenomen. Die zijn echt te breed voor die deur. Maar je snapt het principe. Oké. Nou, deal. Mooi. Ik heb nog een vraag voor jou. Een van jullie punten wat me opviel op de website is dat jullie heel graag uit de EU willen stappen. Ja, ik ben benieuwd waarom dat zo belangrijk is voor jullie, want jullie willen ook van de euro af. Ja, klopt. Uit de euro en uit de EU, dat betekent dat wij weer controle krijgen over ons leven. Kijk, nu is het zo dat Nederland is het land met het grootste pensioenspaarpot ter wereld. Spaargeld verdampt, zoals we allemaal weten, als je inflatie hebt. Maar schulden, die verdampen ook als je inflatie hebt. En in Zuid-Europa hebben ze heel veel schulden. En hier hebben we dus heel veel spaargeld. Dus inflatie is goed voor de meeste eurolanden. Maar niet goed voor Nederland. En de meeste landen beslissen. Dus omdat we in een euro zitten, hebben we nu hoge inflatie. Dat betekent dat de pensioengelden die jouw ouders, mijn ouders, onze grootouders allemaal hebben opgebouwd, dat die verdampen. En dat vind ik oneerlijk. Dat is niet goed. Dus wij hebben de spaargeld gemaakt en nu verdampt dat omdat we in een euromunt zitten. Dat is niet eerlijk. Wil je terug naar gulden? Jazeker. Dat was een mooi ding, die gulden. En daarnaast, kijk, de EU maakt het ons onmogelijk om een heleboel beslissingen zelf te nemen. Klimaatplannen, stikstofbeleid, immigratie, privacy. Gewoon dat je anoniem op het internet kan om berichten te sturen, om informatie te ontvangen. Dat is allemaal onder druk vanwege Brussel. En wij willen dat Nederland weer de basis in eigen huis. Oké. Duidelijk, duidelijk verhaal. Er komt ook een bericht binnen van Talita uit de Valkseb. Thierry, ten eerste deblokkeer mij op Twitter. Nou, dat is één comment. En een andere comment is van... Is het een ex van mij? Ja, ik denk het wel. Talita? Het zou kunnen. Toch? Nou ja, goed. En Ryan die zegt... Thierry, ik ben half fan van je. Maar je komt met veel goede standpunten. Maar je standpunten over de islam, die gingen te ver. Wat is jouw reactie daarop? Ja, volgens mij heb ik niet echt een heel erg standpunt over de islam. Dus ik weet niet in welk opzicht het te ver gaat. Ik vind dat mensen moeten kunnen geloven wat ze willen. Ik heb heel veel respect voor heel veel aspecten van de islam. Ik vind dat er geen enkele god... Ik geloof niet dat er een god is die mensen opdraagt om geweld te plegen of misdrijven te plegen. Geldt niet voor islam, christendom, jodendom, wat dan ook. En als we allemaal in vrede op onze eigen manier God eren, volgens mij hebben we dan een goede samenleving. Dus ik weet niet op welke manier dat te ver gaat, maar ik ben vooral voor hele grote tolerantie. Duidelijk verhaal. Ik denk dat dat hem voor nu is. Is er nog iets wat jij heel graag wil zeggen? Want jij wil de hele nacht nog door. Ja, nou, we kunnen hier gewoon rustig de avond laten komen. Ik denk dat het waanzinnig belangrijk is wat op 22 november gebeurt. Heel veel mensen willen niet gaan stemmen of twijfelen of ze gaan stemmen. Stemmen heeft altijd zin. Ga alsjeblieft stemmen en stem FVD als je land je lief is.